Een van mijn favoriete agenten uit San Francisco is Dirty Harry. Harry Callaghan is het type agent volgens het motto Shoot first, ask questions later. Clint Eastwood speelde de iconische rol gedurende de jaren 70 en 80. Uiteraard zou in België een Dirty Harry nooit kunnen bestaan, maar in Amerika zijn ze veel vrijer met hun wapens en kan er dus ook meer qua agenten die er zomaar op los schieten. Dirty Harry heeft zeker wel iets. Hoewel de films in de huidige tijd heel ouderwets kunnen lijken, blijven ze filmgeschiedenis. Soms komen schurken vrij en kan de wet er niks aan doen. En het is net Dirty Harry die ervoor zorgt dat deze smeerlappen toch hun verdiende loon krijgen. Al moet de agent daar soms zelf de wet voor breken. Er zijn geen uitblinkers wat betreft zeer goed of slecht. En allemaal zijn ze vrij donker en niet echt familiefilms. Maar ik heb de ranking gemaakt. Maar weet dat zelf mijn nummer 5 niet echt onkijkbaar is. Op nummer 5 hebben we Magnum Force. Magnum Force is de langste film uit de franchise en ook meteen de langdradigste en de saaiste. Ondanks de vele actie voldoet deze niet helemaal naar de normen. Dirty Harry, de vigilante agent, moet hier andere vigilante agenten tegenhouden wanneer ze elke schurk in San Francisco beginnen uit te moorden. Het idee is misschien niet slecht, maar de uitvoering laat toch enkele steken vallen. Uiteindelijk is Dirty Harry zelf al een soort van vigilante en dat maakt het allemaal net wat gecompliceerder. Ten slotte heeft deze film de minste elementen die ik graag zag, ondanks de enorme dosis actie. Magnum Force is dus duidelijk mijn minst favoriete Dirty Harry film. Vanaf nu wordt het iets moeilijker, maar op 4 hebben we The Enforcer. Erg moeilijk om de Enforcer zo laag te plaatsen omdat ik de chemie tussen Harry en de vrouwelijke agenten Kate Moore geweldig vind. Er zit wat humor in en Kate is misschien wel de beste collega die Harry ooit had in de hele franchise. Maar voor de rest valt de film eigenlijk plat op zijn bek. De terroristische Vietnam-veteranen zijn helemaal niet angstaanjagend, nog interessant als schurken. En de climax is heel ondermaats, ondanks dat ze gebruik maken van Alcatraz. Altijd leuk in films, maar in deze film komt het niet allemaal tot zijn recht. Op nummer 3, de Deadpool. Nee, niet die Deadpool, bol af, Wade Wilson. Dit is de laatste film uit de franchise en ook de kortste. De Deadpool heeft Liam Neeson en Jim Carrey als nevenpersonages en werkt als een goede thriller. We zien onze schurk pas op het einde van de film omdat hij vanuit de schaduwen werkt. Er is eigenlijk niet veel af te breken aan deze film, maar ook niet meteen te zeggen dat het een meesterwerk is. De scène van het speelgoedautootje met de bom dat ontweken moet worden is ronduit onnozel en dat haalt de film echt wel wat naar beneden. Maar niet genoeg om van de derde plaats weg te gaan. Dirty Harry is in deze film bijna op pensioen en dat zie je er wel aan. Maar voor de rest zeker een mooie middenmoot in dit lijstje. En toch wel echt aan te raden om eens te zien. Op nummer 2, Sudden Impact. Als ik een paar jaar geleden deze ranking had gemaakt, dan had Sudden Impact voorlaatst of misschien wel laatst gestaan. Ik vond deze film echt niet goed in het begin. Heel veel geweld en expliciete verkrachtingsscènes maken dit een heel zware film om te zien. Maar bij het herbekijken heeft deze film eigenlijk wel het beste verhaal van al de vervolgen. Sudden Impact is de terugkeer van Dirty Harry na een hiatus van 7 jaar. En hierin moet Harry een vrouwelijke moordenaar zoeken die vroeger verkracht is geweest. Zij moordt nu al deze mensen één voor één uit. En Harry moet naar San Paulo om de zaak op te lossen. De climax is waarschijnlijk een van de beste. Mick valt gewoon dood op een kermismolen. En Dirty Harry besluit Jennifer Spencer uiteindelijk niet aan te geven, aangezien hij haar manier van vigilante wel kan smaken. Dit is de meest duistere film van de franchise, maar als je er de maak voor hebt, zeker een aanrader. Omdat het na de originele zeker de beste is. Maar op 1, de originele Dirty Harry uit 1971. In deze film moet Harry Scorpio zoeken. Een moordenaar die in het wilde weg mensen vermoordt met een sniper. Gebaseerd op de Zodiac Killer.
Wanneer hij Scorpio kan vangen, wordt deze schurk echter vrijgelaten door het gerecht. Harry besluit dan op eigen houtje de schurk te volgen en te doden. Dit is de beste film omdat we hier zien wie Harry is, waarom hij doet wat hij doet en hoe hij dat doet. Het gerecht laat immers een psychopathische moordenaar, prachtig gespeeld ook door acteur Andy Robinson, los en laat hem daarmee verder gaan met moorden. Dit is de reden waarom Harry als vigilante agent werkt, om zulke fouten van de wet recht te zetten. De climax is ook nog steeds zeer goed en al heeft deze film weinig denderende actiescènes, de bakermat van actiefilms in de jaren 70 en 80 ligt hierbij Dirty Harry. Dirty Harry is een van de weinige franchises die Hollywood momenteel dood en begraven laat. Er zijn geen plannen voor een vervolg meer met een oude Clint Eastwood. Er zijn ook geen plannen voor een remake of een reboot. Want in het huidige tijdperk van politieke correctheid zou het ook moeilijk zijn om nog een Dirty Harry op het witte doek te hebben. Clint Eastwood heeft dat zelf in een interview een paar jaar geleden nog gezegd. Dirty Harry kan in de 21ste eeuw niet overleven. Of zijn personage zou zodanig moeten veranderen dat het eigenlijk Dirty Harry niet meer is. En dan krijg je zo'n flauwe reboot die op niks meer slaagt. Ik zie jullie graag terug een volgende keer. Go ahead, make my day. Are you lucky? Well, do you, punk?